Jacqueline net tegen me zei, je gaat zeker wel verder. Nu heb ik het donker bij mijn vermoeden dat je een ambitieuze student was. Ja, best wel. Ik zie je ook bij mijn krabbel een ruime 7 volgens mij voor het afstuderen staan, toch? Ja, ja, dat is een behoorlijk hoog cijfer. De handtekening, laten we die vooral niet voordat ik nou alweer aan mijn vervolg verhaal begin. De handtekening is het meest wezenlijk. Kijk, is hier ook. Dat was aan mij, ja. Ja. Ik denk dat het goed is voor de echte investering zal ervoor, hè? De echte investering zal daarvoor, hè? De handtekening is makkelijk. Precies. Dank je wel. Nou, behalve dan dat ik ingefluisterd krijg van het was een ambitieuze student met een hoog cijfer, hoor ik natuurlijk ook graag wat je dan hebt gedaan bij het afstuderen. Nou, ik heb onderzoek gedaan bij het verpleeghuis waar ik ook stage heb gelopen. En ik heb onderzocht hoe een teamdagbehandeling van het verpleeghuis geholpen kan worden met werkstress om te gaan. En een teamdagbehandeling was er bekend mee, dus ik heb een goede medewerking gehad. En ik heb ook gekeken welke copingstrategieën de medewerkers gebruiken als ze met werkstress omgaan. En ik heb gekeken wat de organisatie kan betekenen voor de medewerkers. En wat ze zelf aan hun houding zouden kunnen veranderen. Nou ja, zodat ze effectiever met de medewerkers of met de cliënten kunnen omspringen en zelf ook minder werkstress. Je hebt ongetwijfeld aanbevelingen gedaan. Ja, flink wat aanbevelingen flink gedaan. Wat en dan. Ze hebben wat te doen, begrijp ik. Ja, en nou, het mooiste is dat ze ook tijdens het onderzoek inzicht hebben gekregen in hun eigen gedrag en daar aan gaan proberen te werken. En ze hebben ook allemaal het onderzoek gelezen. En je bent tevreden over. Ik ben tevreden over. Met wat ze ermee hebben gedaan. Ja. Oké, van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Jacqueline, wil jij ook een applaus? Ja, goed gedaan. Met deze.